Neem de tijd, zou ik zeggen. Ja, God, dank u wel voor deze voorrangspositie. Ja, wonen en zorg is natuurlijk een grote puinhoop. En dat komt niet alleen doordat de zorg een puinhoop is, maar omdat voornamelijk het vastgoed in Nederland een puinhoop is. En dat is onder regie van de VVD en de rest van het kabinet natuurlijk zo gekomen. Er wordt niet meer bijgebouwd, totale implosie. En dat geldt ook voor het zorgvastgoed. Nou, en vervolgens weten we ook totaal niet welk vastgoed geschikt is om aangepast te worden. En dan is er één ding dat direct ervoor kan zorgen dat er toch een beetje lucht komt in het systeem. En dat is het afschaffen van de kostendelersnorm. Nou, nu spit ik het VVD-verkiezingsprogramma graag grondig uit. Maar ik heb daar niks over kunnen vinden. Dus wat vindt de VVD over het afschaffen van de kostendelersnorm, zodat ouderen zonder boete bijvoorbeeld bij hun kinderen in huis kunnen gaan wonen of samen kunnen gaan wonen? De heer Bevers. Ja, voorzitter, ik weet niet over welk verkiezingsprogramma u het heeft. Het nieuwe of het oude, het nieuwe is nog niet klaar. En wij vinden van die kostendelersnorm, dat is afhankelijk van, wij hebben inderdaad gezegd van, we moeten kijken of we daar aan vasthouden. Want het is wel degelijk zo dat natuurlijk de kostendelersnorm ook een bepaald, mensen hebben ook een voordeel van bij elkaar wonen. En dat tegen elkaar afzetten. En dat blijft in ieder geval staan. Heer Van Haga. Nou ja, nu is de kostendelersnorm, die is afgeschaft voor mensen onder de 27. Hè? En het is natuurlijk voor een rechtgeaarde klassiek liberaal zo dat iedereen individueel rechten en plichten heeft. En het is natuurlijk een beetje raar dat er wordt voorkomen dat mensen gewoon samen gaan wonen of bij hun kinderen gaan wonen en daarvoor gestraft worden. Dus ik begrijp deze insteek van de VVD gewoon niet. Heer Bevers. Voorzitter, ik vind dat op het moment dat de overheid ook zorgt voor een inkomen, dat we dan op dat moment best ook van elkaar kunnen vragen die verantwoordelijkheid te nemen. Dat heeft op een gegeven moment, zeker als mensen bij elkaar wonen, ook een aantal financiële voordelen. Dus u kunt zeggen, ja, iedereen heeft het recht om die samenwerking. Maar op het moment dat je een beroep doet op de overheid, vind ik dat je daar ook gewoon op die manier mee om mag gaan. Heer Van Haga. Ja, voorzitter, maar dat is echt een beetje bizar. Want de VVD heeft het wel afgeschaft voor mensen tot 27 jaar. En daar geldt dit argument dus blijkbaar niet voor. Maar voor ouderen die nu in de problemen zitten en een woonprobleem hebben, een woonzorgprobleem, en daar is een oplossing voor, dan gaan we dit argument opeens wel gebruiken. Dat is volkomen tegenstrijdig. Ja, voorzitter, mijn antwoord wordt niet anders.